Dag beste kijker. Een zwakke regenzone trekt langzaam van west naar oost over ons land. Dus deze voormiddag waren er vooral veel wolken over het westen en viel daar af en toe wat lichte regen, een beetje gemiezer, geen al te grote hoeveelheden neerslag. En ondertussen ja, schuift die wolkenband meer en meer door naar het oosten. Dus stilaan zijn de opklaringen hier in het oosten grotendeels aan het verdwijnen. En kan uit deze bewolking over het oosten af en toe wat gedruppel vallen. En zien we dus voor het westen stilaan al wat meer opklaringen. En gaat dat dus grotendeels al droog kunnen blijven. En dan vannacht gaat die storing ons land verlaten, trekt weg verder naar het oosten en wordt het dus overal droog. Nu, aan de voorzijde van deze storing gaan we morgen eerst nog wel wat zon kunnen meepikken. De bewolking gaat toenemen en vooral s'avonds en s nachts gaat die actievere storing over het land trekken met regen. En dan zaterdag krijgen we nog een reeks buien over ons heen, maartse buien, kunnen een beetje winterskarakter karakter hebben, vooral voor de Ardennen. En krijgen we ook veel wind en wordt het frisser. Vandaag hebben we temperaturen tot 12, lokaal 13 graden, 11 graden voor de kuststreek, met dus vooral over het oosten van het land meer bewolking waaruit wat gedruppel kan vallen, en vooral voor de westelijke helft van het land die opklaringen. En dan vanavond en vannacht trekken die regenwolken weg. En krijgen we dus temperaturen tussen 2 en 8 graden. Met later kansen op lage bewolking en mist in de Ardennen. En dan aan de kust meer bewolking, waaruit misschien een druppel valt. Dat is tegen het einde van de nacht. Ja, en dan voor morgen zien we af en toe eerst nog wel de zon. Later op de dag komen meer wolken op dagen. We zitten ook in zachtere lucht. Temperaturen richting 14 graden. Tegen s'avonds en s nachts trekt dan die regenzone over het land. En zaterdag overdag komen we in het wisselvallige terecht met een aantal maartse buien. Er kunnen een paar felle buien tussen zitten, mogelijk met een donderslag. Kans op wat hagel en in de Ardennen kans op smeltende sneeuw of sneeuw. En ook veel wind. En dat met temperaturen die tot hooguit 9 graden klimmen, gaat redelijk koud aanvoelen. Begin volgende week, nee, zondag eerst nog, dan hebben we eerst nog behoorlijk wat opklaringen. Dus in de loop van de dag zien we de zon meer en meer tevoorschijn komen bij 13 graden. Wel nog redelijk veel wind. En dan begin volgende week, ja, proeft het toch wel naar lente. Voor maandag zonneschijn bij 18 graden. En dan voor dinsdag doen we er zelfs nog een paar graden bij. De kaap van 20 graden longt. En woensdag blijven we nog wel in die zachte lucht zitten. Maar stilaan komen meer wolken opdagen. En een volgende storing zou dan tegen s'avonds en s'nachts over het land trekken. En dat betekent dan vanaf donderdag opnieuw frisser weer. Maar dat is voor later. En meer daarover in een volgend weerbericht. Graag tot dan. Dag.